Tentdecoraties bestaan er in alle vormen en kleuren, maar van de meest onvoorspelbare dingen kan je de mooiste spullen maken. En zo gaan we vandaag een bloemstuk maken in een vogelkooi. Dat is pas indruk maken. Ik heb hier al een beetje voorbereidend werk gedaan met een andere kooi. Wat heb je allemaal nodig? Wel, bloemen in verschillende maten en vormen, eigenlijk alles wat je mooi vindt en kleurrijk is. Je hebt ook mos nodig en een stuk oasis. En voor de durvers kan je natuurlijk ook een paar takken met vogeltjes gebruiken. Dus hoe ga je te werk? Je snijdt je oasis uit in de vorm van je kooi. Je laat die heel goed onderdompelen in water, zodat die goed doordrenkt is. En dan ga je daar mos aan vastmaken met speciale haakjes. Dus gewoon het mos er tegen houden en vastspelden met een haakje. Zodat je eigenlijk de groene kleur van de oasis niet meer ziet. En voor degenen die willen, die kunnen daar ook enkele takken in steken. Met een vogeltje op, zo net dat tikkeltje extra. Maar het kan ook even goed zonder hoor. En dan de volgende stap is gewoon de bloemen kort knippen of snijden. En de oasis opvullen. Voilà, een vogelkooi vol met bloemen. De schoonmama gaat het misschien niet begrijpen, maar mooi is het wel.